Welkom bij de uitlegvideo van Overbos. Laat je niet afschrikken door het misschien wat opvallende artwork van Overbos. Want, ondanks dat het er een beetje uitziet als misschien een duister expertspel, is het dat zeker niet. Het is namelijk een spel voor de liefhebbers van bijvoorbeeld Cascadia. Je gaat namelijk tegels en tokens verzamelen die je op je spelersbordje neer gaat leggen. En uiteindelijk, als iedereen het spelersbordje vol heeft, dan wint het uiteindelijk degene met de meeste punten. En hier hebben we Overbos op de tafel liggen. We hebben nu even de basis van de basis neergelegd. Je hebt namelijk een spelersbordje waar nu op dit moment 12 tegels komen te liggen voordat het spel is afgelopen. Maar je hebt ook nog een andere kant zodat er 16 tegels kunnen komen te liggen. Zo dus op die manier kun je een langer spel spelen. Aan het begin van het spel kies je ook welke tegels en tokens je in het spel wil hebben. Want zoals je kunt zien zijn er allemaal verschillende tegels die net op een andere manier scoren. Je kiest er aan het begin van het spel vijf verschillende uit, maar in de doos zitten nog veel meer verschillende, dus je kunt daar enorm in variëren. In het spel zal ik nu ook even bij deze uitleg vier verschillende uitleggen, maar weet dus op het moment dat je gaat spelen dat je even gaat kijken welke tegels erin zitten en op welke manier die scoren, want op die manier heb je telkens net een ander spel. Nou, om deze eens te pakken, je ziet hier deze paarse tegel. En op het moment dat je aan de beurt bent, mag je dus een kolom kiezen. Dus je kiest een combinatie tussen een tegel en een toogmuntje. Dus ik pak nu deze paarse tegel, dan moet ik ook het onderliggende toogmuntje pakken. Nou, die tegel die mag je neerleggen op je spelersbordje en die mag je op een plek naar keuze neerleggen. Dus ik kan hem gewoon hier in het midden neerleggen en een volgende tegel die ik zou verzamelen kan ernaast komen te liggen of juist niet. Dat is helemaal. Net wat je zelf wil. Het tokentje kun je op die tegel zelf neerleggen. Maar sommige tegels hebben nog wat restricties met het plaatsen van tokentjes. Zo gaat het uiteindelijk door naar een volgende speler. Je zorgt ervoor dat de markt weer aangevuld wordt. En de volgende speler die maakt ook een combinatie tussen het tegel en het token. En legt die neer op zijn of haar spelerspotje. Aan het einde van het spel krijg je dus punten op basis van de tegels die op jouw spelersbordje liggen. Deze paarse tegel bijvoorbeeld, in de cirkel zie je aangegeven staan dat die jou twee punten oplevert. Maar de speler met de meeste paarse tegels krijgt aan het einde van het spel vijf punten en degene met de ene meeste paarse tegels krijgt aan het einde van het spel twee punten. Deze is net op een andere manier, die levert je namelijk zoals de cirkel aangeeft, 1 punt op, maar ook nog 1 punt voor elke verschillende soort tegel die aan grens ligt aan deze tegel. Deze groene tegel geeft aan dat je zoveel mogelijk groene tegels op je spelersbordje wil hebben. Als je bijvoorbeeld 4 groene tegels aan het einde van het spel hebt, dan levert dat 10 punten op. De gele tegel werkt bijna hetzelfde, alleen moet je daarvoor zorgen dat de tegels allemaal aan grenzen aan elkaar liggen. Dus als je een groep weet te maken van vijf tegels met de kleur geel, dan levert dat 20 punten op. Maar je krijgt nog meer punten aan het einde van het spel, want je scoort niet alleen de tegels, maar je scoort ook de tokens. Je gaat dus tokens uiteindelijk op je speelbordje plaatsen op hetzelfde moment dat je ook een tegel plaatst. En je krijgt bijvoorbeeld voor 1 punt op het moment dat het tokentje en de tegel overeenkomen. Maar er zijn nog andere manieren om punten te scoren voor de tokens, want je probeert namelijk rijen en kolommen te maken van dezelfde soort tokens, aangrenzend aan elkaar. Mocht ik bijvoorbeeld in deze kolom uiteindelijk twee paarse tokens hebben liggen, dan levert me dat twee extra punten op. Maar als ik een rij weet te maken met alleen maar paarse tokens, dus ik heb vier paarse tokens naast elkaar liggen, dan krijg ik daarvoor zeven punten. Dus hoe groter uiteindelijk de groep is in een rij of een kolom van dezelfde soort tokentjes, hoe meer punten je daarvoor krijgt. Er zitten nog een paar speciale tokentjes in het spel. En er zit ook een speciale tegel in het spel, want dat is namelijk deze. Op het moment dat je deze tegel plaatst, dan mag je daar geen tokentje op neerleggen. Als je daar bijvoorbeeld een tokentje bij trekt, dan kun je die neerleggen hier onderin op je spelersbordje. Op het moment dat je een token plaatst en je hebt nog een token rechtsonder in je spelersbordje liggen, dan kun je ook dit tokentje plaatsen in plaats van de tegel en het tokentje die je eigenlijk zou plaatsen. Daarnaast zijn er nog wat andere manieren om punten te scoren. Je hebt namelijk deze tokentjes met een monster erop, die leveren gewoon twee punten op. Dus je gaat dan niet kijken naar de kolom of de rij waar die in ligt, maar die leveren gewoon standaard twee punten op. En daarnaast heb je ook nog zo'n portaal. Deze portalen komen niet op je spelersbordje te liggen, maar op het moment dat je die hebt leg je hem rechts onderin neer. Je kunt die tijdens het spel besluiten om te draaien om twee van die tokens om te wisselen op je speelbord. Dus als je dat doet dan is dat een extra actie die je uitvoert in je beurt. Je draait hem om, hij levert verder geen punten op aan het einde van het spel, maar je mag wel twee van die tokens omwisselen. Nou, zo gaat het dus uiteindelijk door tot het hele spelersbordje vol is. Als iedereen dat voor elkaar heeft gekregen, dan krijg je nog punten op basis van alle tegels en tokens en de wint degene met de meeste punten. Ik noemde net al even dat er nog veel meer verschillende tegels in zitten, die allemaal op een andere manier scoren. Dus kijk aan het begin van het spelen even goed welke er in het spel zitten. Je hebt ook van deze speciale eigenschappen. Je kunt daarmee spelen, en dan krijgt iedereen aan het begin van het spel een speciale eigenschap die gelder is voor die speler tijdens het spel. Dus op die manier heb je nog meer variatie in Overbos. En eigenlijk is dat alles wat je nodig hebt om Overbos te spelen. Mag je nou nog vragen of opmerkingen hebben of iets gezien hebben wat niet klopt, laat het vooral even in de reacties achter. En dan ben ik heel benieuwd wat jij van Overbos vond. In ieder geval bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden we blij van. Jee, Wij sparen abonnees, wist je? Dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast wel. Ja, dat zou echt leuk zijn.